In de zaak Sylvana Simons moesten 22 van de duizenden mensen die de politica Sylvana Simons online hadden beledigd, voor de rechter verschijnen. De beledigingen verschilden van Sylvana Banana tot vuile aap. En sommige mensen stuurden haar zelfs doodsbedreigingen. In de Nederlandse grondwet staat dat elke Nederlander recht heeft op vrijheid van meningsuiting, behalve wanneer hij of zij zich schuldig maakt aan racisme, haatzaaien of beledigen. Kees Klomp, de rechter in deze zaak, vindt het belangrijk dat iedereen in Nederland beseft dat je ook met online beledigingen strafbaar kunt zijn.